Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Bouwmans. De afgelopen week kon iedereen zich weer inschrijven voor onze kerstpakkettenactie. Mensen die het echt verdienen en een steuntje in de rug kunnen gebruiken, werden opgegeven door vrienden en familie. En uit honderden inschrijvingen zochten wij een paar bijzondere verhalen uit. Allereerst gingen we naar de binnenstad en daar woont Hanny. Hanny, jij hebt iemand opgegeven voor onze kerstpakkettenactie. Ik wil heel graag weten wie en waarom. Nou, ik heb Franka van Hout opgegeven. Ja. Die doet heel veel voor de minima. En ik, zoals ik al ook in schreef, van als ze iets krijgt, ze zal nooit voor zichzelf iets houden. Ze geeft het altijd. En dan zei ik ooit van, ja, maar kende jij zelf ook wel houden? Nee, dat is allemaal voor de minima en die geeft alles weg. De hele dag staat ze klaar, elke dag van de week. En ja, beddengoed of wat dan ook, je kent het allemaal bedden brengen en zit er altijd een doel voor. Want ze doet dat dus gewoon privé of zit ze bij een of andere stichting? Nee, ze doet het privé. Ze is voor zichzelf begonnen en nou is daar wel een groepje dan. Maar zij en haar heel huis te vol op de zolder met kerstmis, met Sinterklaas, dan maakt ze cadeautjes dus. Nee. Dus als wij er zo meteen aan de deur komen, dan moeten we ons tussen de pakketjes door wringen? Kan wel eens zijn, ja. Maar en, ja, die zat ze boven staan, zei ze. Oh, en heeft ze een idee dat er iets is vandaag? Nou, ik heb haar geappt en ja, ik heb gevraagd of van, ben jij morgenochtend thuis? Want ik heb weer wat spullen die ik hier moet brengen. Oh. Want ik had wat etenswaren die ik moet brengen. Ik zei, maar je moet wel zelf even aanpakken. Oh, nou word ik nieuwsgierig. Ik zeg, nee, er is niks aan de hand. Ik breng gewoon de eten even. Nou, we zijn ondertussen op het adres van bestemming. Maar volgens mij heeft ze ons al gezien. We gaan kijken. Ik ga ze even aanbellen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik kijk verbaasd. Ja. Ja, wij zijn van Dit is Helmond. Iemand heeft u opgegeven voor onze kerstpakkettenactie. Ah, fijn. Leuk. Ik ben helemaal overdonderd. Hoezo? Het wordt gezellig hoor. We komen iets leuks brengen. Zullen we degene die u opgegeven heeft even bijhalen? Ja. Even kijken waar ze is. Benieuwd. Annie? Ah, ze komt eraan. Verrassing! Oh, ik ben in de boek zeer gewerkt. Zullen we dan maar gewoon even naar binnen gaan? Ja, doe maar. Gaan we dat doen. Kom maar. Oh, ben je een deugje niet, echt. Ik zeg, je kiet wat je verdient. En jij denkt altijd aan andere mensen en nooit aan wijgen. En nou hebben wij een keer aan jou gedacht. Oh, super, dank je wel. En altijd aan andere mensen denken? Ja. Wat dan precies? Ja, ik ben eigenlijk altijd bezig voor de minima. Altijd. En minima helpen, waarom eigenlijk? Nou, ik heb zelf heel moeilijk gezeten. Mm-hmm. Huis moeten verkopen, restschuld. En dan duurt dat jaren voordat je eruit bent. En ik heb ook altijd bij SMO gewerkt, met een hert. En toen zag ik eigenlijk, en ik ontdekte het zelf ook hoe het was. Dus vanaf die tijd ben ik eigenlijk mijn eigen ingezet voor de minima. En hoe komt u aan spullen? Want ja, oké, de vriendin komt een mooie tas met van alles brengen, maar de rest? Ja, maar ik ken heel veel mensen. En vooral hier in de wijk. Ik ken heel veel mensen. Dus ik krijg gewoon heel veel. En we zijn met 6 dames. Mm-hmm. En we kunnen allemaal overal van alles op gaan halen. En dan sorteren we het uit. En waar we niks aan hebben, dan gaan we naar Suriname. Ja, want ik zag de eitjes al in de hal staan. Die zijn ook nog weer bedoeld voor iemand? Ja, die koop ik goedkoop in, zodat de minima ook weer goedkoop eitjes kan kopen. Ja, ja. En dat dus is iedere zaterdag. Kregen we 2 keer per week kregen we brood van een bakkerij uit Venhorst. Mm-hmm. Dus dan kunnen ze 2 keer in de week je vers brood komen halen. En we krijgen 2 keer in de week vlees van de Plus. En dat doen we ook weer verloten. Verloten? Dus u hebt er nog een hele organisatie omheen? Ja, want ook de spulletjes en de boodschappenpakketten, dat doen we allemaal verloten. Want we hebben 656 leden. En als je dan 10 pakketjes zet, ja. Dus ja, dan moet het allemaal verloot worden. Nou, wat leuk. Doet u dat al lang trouwens? Ik zelf doe denk ik al een jaar of 12, 13. Maar met de hele groep zijn we nou iets meer dan een jaar. En merkt u nou met coronatijd dat het veel, veel drukker wordt en mensen veel meer aan u komen vragen? Ja, mensen kriegen het steeds moeilijker. Ja. Ja.
vervelend. Ja, dat is. Maar ja, allemaal denk ik. Maar daarom is het zo mooi dat u dit werk doet. Ja. En ik doe het nog steeds mijn liefde en plezier. Ik zie het. Ik zie het. Ja. Ja. Nou, dus daarom werd het tijd dat u gewoon zelf eens een keer in het zonnetje werd gezet. Ja. Dus ga er lekker van genieten. Ga ik zeker doen. Het volgende adres is bij Jeannette Besters. Zij heeft haar dochter opgegeven voor zo'n dik, vet kerstpakket. Hallo. Goedemorgen. U weet al wat we komen doen, hè? Ja. Mogen we binnenkomen? Jazeker. Doe graag. Oké. Mevrouw Besters, u bent een van de vele mensen die iemand hebben opgegeven voor onze kerstpakkettenactie. Wie? Mijn dochter, Maggie. Maggie, en waarom? Nou, mijn dochter heeft CRPD 4, Gold noemen ze het ook. Ja. En die moet naar Hoornerheide om daar dadelijk te revalideren. En dat doen ze wel hier in het ziekenhuis, want ze heeft nog 2 kinderen. Dus dat vindt ze een heel opgave om daar al die tijd in Hoornerheide te doen. En dan, als het goed is, komt ze daarna in Utrecht op de nominatielijst voor longtransplantatie. Want dus, even voor mijn duidelijkheid, COPD, wat is dat precies? Dat is een longziekte. Maar zij heeft er volgens mij nog longenzyfeem, ik weet niet of ik het zo goed zeg, bij. Ja. Dus, want we hebben ook toen gedacht aan, we hadden ook ventieletjes voor in de longen. Maar dan moet het onder of boven in de longen zitten. Maar omdat smeg je tot de hele longen. Oké, dus eigenlijk gewoon heel heftig. Heel heftig, want ze had vorig jaar een scan gehad. Want ze zou eigenlijk de randen van de longen af gaan knippen. Maar een long is net een spons. Dus als ze gaan knippen, krijg je van die gaatjes erin. En dan gaat dat lekken. Dus dat kon niet. Nee, en u zei Hoornerheide, dat is eigenlijk een longziekenhuis, hè? Ja. Ja. En dat is ver weg. Maar ze gaat straks hier naar het ziekenhuis en naar Utrecht. Dus er is echt nog een heel traject wat er afgelegd moet worden. Een heel traject, ja. 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 En heeft ze enig idee dat er vandaag bezoek gaat komen? We hebben wel gezegd dat er een verrassing is, maar we hebben niet gezegd hoe en wie. Maar wel heb ik haar vriend en mijn kleindochter ingelicht. Want ze heeft heel veel moeite om 's morgens op gang te komen. En, en normaal zit ze in een oude kloffie, dus ik wou niet dat ze moet nou in een goede kloffie zitten. Ja, precies. Ja, dus ja. Nou, ze heeft geen idee. Hoe denkt u dat ze gaat reageren? Wordt ze er heel blij van of gaat ze misschien toch een beetje volschieten? Ik weet het niet. Ons meisje staat niet graag in de belangstelling. Nou, daar kan ik me ook niet eens bij voorstellen. Dat vindt niet iedereen even leuk. Nee, precies. Maar zullen we gewoon eens gaan kijken hoe ze reageert en een grote doos met lekkers meenemen? Ja, geweldig. Nou, dan gaan we die kant op. Jeannette's dochter en haar vriend hebben beide COPD. En dochter Maggie heeft COPD Gold, waardoor ze niet of nauwelijks buiten kan komen vanwege corona. Goedemorgen. Wij zijn van Dit is Helmond en wij komen voor Maggie. Voor Maggie? Maggie zit op de bank, ik zal ze even halen. Ja, of mogen we gewoon... Mag ik binnenkomen? Ja, dan komen we toch gewoon mee binnen. Gaan we doen. Leuk. Nou, kom op. Hoi. Goedemorgen. Daar zit Maggie. Maggie gaat er niet naar de voordeur. Daar zit Maggie. Ja. Hallo. Hallo. Enig idee wie ik ben en wat wij komen doen? Nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet? Nee. Ja, wij zijn van Dit is Helmond, de lokale omroep. Oké. En wij hebben eigenlijk een verrassing. Oké. Oh, dat is leuk. Iemand heeft jou ergens voor opgegeven. Oh, dat weet ik eigenlijk al. Oh, dan weet je al wie zou het zijn? Mijn moeder, denk ik. Dan kom je daar toch bij? Ja, die doet al zoiets. Die doet dat soort dingen. Nou, zullen we degene die jou ergens voor opgegeven waarvan jij nog niet weet wat is, zullen we die er gewoon eens bij halen? Ja, leuk. Ik zou zeggen, kom erbij. Eens kijken. U weet de weg, hè? Verrassing. Verrassing of niet? Ja, dat is wel zeker een verrassing. Ja. En heb je nou enig idee waarom jouw moeder jou hiervoor heeft aangemeld? Ja, ik denk omdat ik ziek ben. Oké. Okay. Ja, we hebben eigenlijk al bewust allemaal mondkapjes op. Ja. Wil je er iets over vertellen? Ja, ik heb COPD. Ja, jouw moeder heeft straks al uitgelegd wat dat is. Ja. Je hebt last van je longen. Ja. En niet zomaar even last, hè? Nee, heel erg. Heel erg last. Ja. En dit is een hele spannende tijd. Ja, want ik kreeg longtransplantatie, dus... En heb je al enig idee wanneer? Nee, dat duurt 4 jaar ongeveer. En waar sta je in dat proces? Ja, nou revalideren eerst. Dus zorg dat je sterk wordt, zodat je straks echt die transplantatie ook gewoon echt kunt ondergaan. Ja. Ja, ik snap dat dat spannend is. Ja, heel spannend. Nou ja, kijk,
moeders had zoiets van, we komen eens een heel lekker pakket brengen. Daar zitten allemaal hele lekkere dingen in. Ja, ik zag het al, ja. Dus ik hoop jullie daar met z'n allen heel erg van gaan genieten. Ja, dat gaan we jullie zeker. Jullie er hele fijne kerstdagen mee hebben. En vooral heel veel gezondheid voor de komende jaren. Dankjewel. Bedankt. Bedankt. Omdat Lia natuurlijk regelmatig op tv komt, wordt Lia regelmatig op straat herkend. En soms komt het ook voor dat ons redactieteam iemand selecteert die Lia weer kent. Hey Christel, goedemorgen. Goedemorgen. Dat jij ook op mijn lijstje staat. Is dat niet waar? Maar ja, leuk. Ik had het niet verwacht. Je had het niet verwacht? Nee. Ik zag het gisteravond pas, dus Maar mag ik even binnenkomen om te luisteren wat er aan de hand is? Komt u maar. Christel, ook jij hebt iemand opgegeven voor onze actie. Mag ik eens vragen wie het is? Ja, mijn broer. Je broer, waarom? Nou, je echt heel veel pech gehad, joh. Die is met zijn scooter over een losse tegel in een fietspad over de kop gegaan. Alles gekneusd, sleutelbeen verbrijzeld. Dus die lag tijd in Lappermand. Ja. Naar het ziekenhuis. Bleek ook nog dat hij een longembolie had. Zo. Daar ook nog. En toen hij naar huis wilde gaan, zei ze me ook nog dat hij, by the way, corona had. Even dus erbij. Ja. Eventjes erbij. En nou, dus heeft de hele tijd thuis gezeten. 4 maanden, kon niks en niet slapen. Allemaal toestanden. In ieder geval, dan denk ik van shit, ja, je kunt wel treffen. Nou, en nou, een tijdje terug hoorde ik van broer dat hij weer corona de tweede keer. Had. Ja, dus ik denk, ja, dan gaat er ook niet meer zo vaak heen. Nee. En ik wist dus van die actie, daar had ik van gehoord. En ik denk, hij is zo'n pechvogel, joh. Dat is echt, ik vond echt erg voor hem. Nou, dus ik denk, ik schrijf gewoon een verhaaltje op van hem. En ik kijk wel. Nou ja. En uit al die honderden mensen staan wij in één keer bij jou op de stoep. En we hebben geluk. Hij is wel thuis? Hij is thuis, daar heb ik al voor geregeld. Ja. En hij heeft niks in de gaten, hij komt gewoon koffie drinken. Ik kom gewoon koffie drinken. Voor hetzelfde geld zit hij in zijn pyjama. Leuk. Oh, ja, nou ja, weet je, normaal gesproken zou ik zeggen, sign hem even in, maar dat gaan we niet doen. Nee, ik zeg helemaal niks, joh. Nee, nou, nee. We gaan die kant op, wij bellen aan en dan achteraf, nou, je ziet wel hoe het gaat lopen. Is goed. Nou, ik vind het keileuk, joh. Ja, volgens mij is je wel even verrast. We hebben Christel alvast vooruitgestuurd, zodat zij al bij Marco binnen aan de koffie zit. Twee bellen. Allebei even opdrukken. Zo. Meneer Essers. Hallo. Volgens mij zijn we op het goede adres. Ja, dankjewel. Ik kom iets brengen. Oh. Mogen we binnenkomen? Ja, gelukkig. Dan gaan we alles uitleggen. Ja. Ha, grote hond. Dit is aan. Iemand vindt het leuk om jou iets cadeau te doen. Enig idee wie? Ja, weet ik niet. Ja. Ze zit volgens mij naast jou. Geef. Ze zit in het complot. Oh, kijk. Ja, ze kwam toch bij jou op de koffie, of niet? Ja, dat klopt. Dat is allemaal uit het kind. Ja. Oh. Hey, voel eens hoe zwaar dit is. Die heerlijk van jou. Oei. Zo. Ja, blij dat ik erbij ben. Hé, maar waarom zou ze dat nou gedaan hebben? Denk ik? Ja, ik denk dat wel afgelopen tijd wat er is gebeurd, schat ik zo een beetje. Vertel eens. Ja, een scootongeluk gehad. Klinkt heel eenvoudig, maar zo eenvoudig was het niet. Nee, dat klopt. Nee, het was een flink ongeluk. Ja. En ja, dat was nogal aan de hand. Daar ben ik nou nog steeds van herstellende. Zo heftig? Ja, goed. Ze hebben een plaat in op mijn sleutelbeen moeten zetten. Het was verbrijzeld. Maar dan geef ik jou zo'n zware doos. Nee, maar dat mag. Dat mag. Dat mag. Het is al bijna 5 maanden geleden. Ja, want je ziet er goed uit, maar... Ja, vol. Ja. Maar, scooterongeluk, plaat? Ja, het was een stukje verbrijzeld en de spieren afgescheurd schijnbaar. Als ze hebben je gefixt. Daarna nog een longembolie gekregen. Daarna nog corona gehaald. Dus ja. Als je een film gaat maken, dan verzin je zo'n script eigenlijk niet, hè? Daar zat heel veel bij. Ja, ja. Maar gaat het beter? Ja, het is nou allemaal bitter aan het gaan, ja. Ik mag steeds meer en ik mag tot een beetje meer gewicht gaan doen. Dus het begint langzaam te komen. En dan is er in één keer een zus die zegt, goh, wat vind je ervan? Ja, dat vind ik wel heel mooi. Maar dat is, ja. Nou, ik hoop dat je er heel erg van gaat genieten. Ah, en, ja, zeker. Ik hoop dat het volgend jaar een heel stuk beter gaat. Ik ook. Zullen we dat afspreken dan? Ja, dat gaan we doen. Dat doen we bij deze. Dankjewel. Tot ziens. Ja, graag gedaan. We zijn nu aangekomen in de Eeuwsels, waar Peggy en haar gezin woont. Na het zien van onze actie kon het niet anders dan dat ze een goede vriendin op zou geven.
Hey Becky, goeiedag. Goeiedag. Jij hebt iemand aangemeld voor onze kerstpakkettenactie. Ja, dat heb ik gedaan, ja. Mogen wij eens bij jou komen luisteren wie en waarom en noem maar op? Ja, natuurlijk. Dan komen we gauw binnen. Oké. Okay. Ik zei het al aan de deur, je hebt iemand opgegeven voor onze actie. Wie? Ik heb Rita van Keulen opgegeven. Rita van Keulen, die ken ik niet, maar jij natuurlijk wel, hè? Ja, ik ken ze wel. En waarom Rita? Nou, Rita en ik gaan samen echt al 30 jaar terug in de tijd. Zij was vroeger een hele goede vriendin van mijn moeder. Mm-hmm. Van mijn ouders eigenlijk, ook van mijn vader. En vanaf die tijd hebben wij altijd contact gehouden. Mijn moeder is helaas heel jong overleden. Maar het contact met Rita is altijd gebleven, ook het contact tussen haar en mijn vader. En ze heeft, toen mijn vader ziek werd en niet meer beter kon worden, ik ben enig kind, samen met mij echt heel belangeloos en met zoveel liefde ook tot de laatste dag mee voor hem gezorgd. En ja, dat maakt gewoon dat ze echt in mijn hart zit. En met name omdat ze zelf gewoon chronisch ziek is. Mm-hmm. Echt heel veel ellende heeft, veel klachten, maar altijd vrolijk. En altijd haar hart openzet voor andere mensen, heel behulpzaam. Ze heeft het niet breed, maar ze kan echt alles missen. En wat was nou de reden dat je juist nu zei, kerstpakkettenactie? Nou, dit jaar corona natuurlijk. Ja. Waardoor zij ook, ze is oma van 7 kleinkinderen en dat is haar grote trots. En als ze daarover vertelt, gaat ze ook stralen. Maar door de corona, zelfs daar waar ze haar geluk zo uit had, dus haar kleinkinderen, De eerste lockdown, de kinderen bijna niet heeft kunnen zien, kleinkinderen niet, die echt voor de raam op zaterdag even kwamen zwaaien, dikke tranen, hè, geen knuffel, niet bij de kleinkinderen kunnen zijn, dus haar kleine geluksmomentje in het leven, ja, dat werd haar ook een beetje ontnomen, dus het is gewoon ook wel een heel heftig jaar geweest en toen ik de actie voorbij zag komen, dacht ik echt meteen van ja, nu. Nu. Maar ze weet van niks, hè? Nee, ze weet van niks. Ze is wel thuis. Ja, ik heb gezorgd dat ze thuis is met de smoes. Ik heb gezegd dat ik vanmiddag even bij de langs kom om een kopje koffie te drinken. Ja. En dat vindt ze heel leuk. Daar wacht ze al op, want daar wordt ze al heel blij van. Maar nee, ze weet van niks. Dus ik ben echt ook heel erg benieuwd naar de reactie straks. Ja. Nou, wij gaan straks bij haar aanbellen. Ja. Jij gaat wel mee, hè? Ik wil heel graag achter jullie aanrijden om te kijken hoe ze... Ik blijf natuurlijk wel uit beeld en ik blijf om het hoekje staan, maar... Ja, ik ben wel heel erg benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd of ze gaat raden van wie er vandaan komt. Ja. Die vraag ga ik zeker stellen. Ja, daar ben ik ook wel heel benieuwd naar. Ja. Nou, dan gaan we vertrekken. Ja, leuk. Doen we. Heel leuk. Dag mevrouw van Keulen, goedemiddag. Hallo. Ja, u denkt, was er aan de hand? Ja, is er aan de hand? Ja, was er aan de hand. Ik kom iets voor u brengen. Iets voor mij brengen? Ja, maar mag ik het binnen bij u uitleggen? Ja, natuurlijk. Ja, dan kom ik graag even mee. Ga ja. Ja, ik zei het al aan de deur, ik kom iets brengen, een verrassing. Hebt u enig idee waar we komen doen eigenlijk? Wat voor verrassing? Nee, een verrassing voor mij, nee. Ja. Ik hou wel van andere mensen verrassen, maar... Zelf? Nee. Niemand ook ergens iets losgelaten of zo van, goh, je moet thuis blijven of zorg dat je nou, voor... Nou, mijn vriendin komt koffie drinken, mijn maatje komt koffie drinken. Okay. Een hele goede, lieve vriendin van mij. Meer een zuster. Dus, meer een zuster. Ja. Nou, zij, ik kon rond 2 uur koffie drinken. En ik sta mij voor de deur. Ja. Nou ja, ik wou vragen nu van, hebt u enig idee wie u ergens voor aangemeld heeft, maar nou, dan begint u al ergens nattigheid te voelen. Als zij zegt van, ik kom rond 2 uur koffie drinken. En ik sta wij hier. En jullie staan hier, dus dan kan het niet anders zijn als het, ja, dat dan van haar afkomt. Zullen we gewoon eens kijken wie er nog meer buiten staat? Ik zie nog niemand. Waarom heb ik dit verdiend? Merry Christmas! Oh, alsjeblieft! Is dat van mij? Voor jou! Waarom? Omdat je bent wie je bent, gewoon. Oh, nou! Houd dat van jou? Huh? Waar staat hij dan? Wat was je eerste reactie? Volgens mij werd je stil van. Ja, ik ben heel stil van, ja. Maar waarom? Weet ik niet. Zij is er altijd voor mij en andersom. En ik heb een vermoeden. Oh, wil ik het vermoeden weten. Nou, ik heb een heel goed maatje gehad, heel lang, jaren. En die is helaas overleden. En die hebben samen gewoon... Ja, samen verzorgd met heel veel liefde. En ik denk dat hij is dan. Nou, zeker. Volgens mij was het daar echt. Hè? Zeker. Ja. Dus het is jou, denk ik, heel erg gegund, of niet? Absoluut. Ja.
Met nou, alles. Absoluut. Voor alles wat je gedaan hebt. En ik heb nog begrepen, je bent gewoon super lief. Hey, wie krijgt dat tegenwoordig nou nog te horen dat je super lief bent? Jij in ieder geval wel. Dus ga lekker genieten van alles wat erin zit. En maak er een hele fijne kerst van. Ja. Goed volgend nieuwjaar met heel veel gezondheid. We zijn aangekomen bij onze laatste kandidaat. En deze woont in de Ameidenflat. Dochter Carola wacht ons beneden op. Hey Carola. Hi. Wij hadden hier afgesproken. Klopt. En niet voor niks, hè? Nee, niet voor niks. Wat gaan we doen? We gaan mijn moeder een kerstpakket overhandigen. Dat was een actie, had ik gelezen op Facebook. En ik dacht, ik ga jullie eens een mailtje sturen om mijn moeder eens in het zonnetje te zetten. En jij werd uitgezocht. En ik werd vol verbazing gisteren gebeld. Dat inderdaad een van degenen was die een kerstpakket kon overhandigen. Dus dat was ik echt heel verrast. Vond echt heel leuk. Maar jij zei, mijn moeder verrassen. Is er een speciale reden voor juist nu? Nou ja, goed. Iedereen heeft het heel zwaar in de coronatijd. En mijn moeder die woont in de Meidenflat en die zit in een rolstoel. Dus die is eigenlijk wel hulpbehoevend. En ik moet zeggen, ze heeft hier veel vrienden en kennissen. En heel veel mensen helpen elkaar allemaal. Tenminste, de vrienden uit het groepje van mijn moeder. En dat vind ik gewoon heel fijn. Ze doen boodschappen voor elkaar. Ze maken een pannetje soep klaar. Ze gaan gezellig een keer een potje zitten kaarten. Ja, zulke dingen allemaal. Dus het pakket is eigenlijk niet alleen voor haar. Jij denkt dat ze het gaat delen? Ja, dat weet ik wel zeker. Ja. Nee, maar nou ga ik dadelijk naar boven. Laat ze mij zomaar binnen. Nou, ik denk dat ze daar een beetje terughoudend in is. Want wij zeggen altijd van laat niet zomaar iedereen binnen. Doe niet zomaar voor iedereen de deur open. Ja, heel verstandig. Dus, en ik denk dat ze daar inderdaad in eerste instantie echt zoiets heeft van wie zijn jullie en wat komen jullie doen? Yep. En inderdaad, dat Lia niet altijd meteen herkend wordt, kwam ze pijnlijk achter bij mevrouw Van der Kuilen. Dag mevrouw Van der Kuilen. U denkt, wie staat er nou weer aan mijn deur? Wij komen iets brengen. Ik zal heel even mijn mondkapje afdoen. Ik ken jou niet, man. Nee, ja, wij zijn van een televisie. Nijen. Daar is de cameraman. Nijen. Echt niet? Moeten we... Ja, nee, ik kom even uitleggen. We hebben iets heel leuks. We hebben een kerstpakkettenactie. En mensen mochten iemand anders opgeven en u bent opgegeven door iemand voor een mooi kerstpakket. Oei oei, en de deur gaat dicht. Zullen we vertellen van wie het afkomt? Maakt het een beetje makkelijker. Iemand die u kent, iemand heeft u opgegeven. Wie zou u nou opgegeven hebben voor een kerstpakket? Kent jou nou wel of kent jou nou niet? Ja, misschien van een televisie. Maar ja, ik ben geen familie. Welke televisie is er dan? Ja, dat was altijd Omroep Helmond en dat is nou Dit is Helmond. Maar u hebt geen idee wat we komen doen, hè? Ja, maar ik denk wel dat jouw ergens... Oh, toch wel. Maar wat zouden we eens even over het pakket, hè? Er staat ergens in het Hukske, daar staat iemand en die heeft een mooi pakket voor u. Zie hem dat weet ik niet. Zou eens er eens gewoon bij roepen? Misschien dat de deur dan even open blijft. Zou eens doen? Ja. Verrassing. Kom erbij. De deur ging dicht, dus ik dacht, ik moet jou erbij halen, Carola. Heel goed volk, ja, ze herken ik jou. Ik zeg nee, volgens mij niet. Nee. Maar mag de deur nou even een stukje, mag we even een beetje binnenkomen? Nou mogen we binnenkomen. Kom, dan gaan we naar binnen. Ik doe mijn mondkapje op, want dat moet. Heel veel mensen verdienen het in verband met de corona. Maar nou, de tweede lockdown, hè, dat is altijd net weer, misschien nog net wat erger. Ze zitten maar alleen en ze hebben hier heel veel vrienden en kennissen wonen. En ik moet zeggen, ze zorgen allemaal voor elkaar. Ze gaan voor elkaar boodschappen doen, ze zorgen een keer voor een pannetje soep. En ik dacht van, nou, mocht ze nou eens dat kerstpakket winnen, misschien kunnen ze het dan eens mooi onder de vrienden verdelen, dat ze allemaal eens een beetje hebben. Ja. Want ik vind dat wel heel erg belangrijk, dat ze allemaal wat verdienen. Ja, ik snap. Dus vandaar, moeder, bij deze geef ik jou dat kerstpakket. Oh, kijk eens aan. Ja, nou, hij is u van harte gegund en ik snap. U de deur lekker dicht liet, er staan zomaar vreemden aan de deur, dat gaan we niet doen. Goed. We hebben er lekker van genieten samen met de andere bewoners en hele fijne goed kerstdagen. En heel gelukkig en gezond 2021. Ja, we hopen dat het snel voorbij is allemaal. Hè? Dat met hele corona. Je mag niks,
Ja, ik doe toch wel dingen die ik niet mag, maar... Echt waar? Ja, nou knuffelen. Ja. Ja, dat is heel erg strafbaar, hè? Ja, één. Hey, ja. Maar als ik haar weer... Ik wil jou ook knuffelen, maar dat mag niet. Nee. Dat mag vandaag echt inderdaad. Ik heb mijn capje op, nee, dan mag ik echt niet. Schoot er wel even van. Ja. Wie verschiet er nou niet als ik... Ja, want je weet van niks, hè? Nou, dus, nou begin ik u steeds meer te herkennen. Nou, gelukkig is Lia uiteindelijk dan toch herkend. En dit was weer Kerst in Helmond voor dit jaar. Wij van Dit is Helmond wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, maar vooral gezond 2021. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Plus Bouwmans.